Herdenking aan Waaloversteek in september 1944. Burgemeester Bruls reageert fel op steekincident. En woningbouwvereniging Thalis eert Major Koek. Dit is het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 20 september. Dinsdag werden de geallieerde militairen herdacht die 78 jaar geleden sneuvelden tijdens de Waaloversteek. In gammele bootjes probeerden zij de overkant te bereiken met als doel om de twee Nijmeegse bruggen te bevrijden. De actie die onderdeel was van operatie Market Garden kostte uiteindelijk 48 geallieerden het leven. De herdenking vond plaats bij het Waaloversteekmonument op de Oosterhoutse dijk in Lent. Op 20 september 1944 staken meer dan 260 Amerikaanse soldaten de Waal over als onderdeel van operatie Market Garden. Daarbij werden de Nijmeegse bruggen van twee kanten aangevallen. Tijdens deze actie verloren 48 Amerikaanse soldaten hun leven. Volgens burgemeester Bruls is het belangrijk dat we dit elk jaar herdenken. De verhalen van toen, en met name ook persoonlijke verhalen over militairen, maar natuurlijk ook over burgers die het slachtoffer werden, die helpen om juist naar generaties van nu, die zelf geen oorlog hebben meegemaakt. Ik bedoel, zelfs ik kom uit 66, heb nog nooit een oorlog meegemaakt. En je gaat het onbewust, ga je denken, het is er altijd, het is vanzelfsprekend. Nou, dat is het dus niet. Dat tonen de verwikkelingen in de wereld, in de Oekraïne natuurlijk aan. En die verhalen over personen van toen, of het nou militair of burger was, die helpen er wel om ons bewust te blijven. Row, row, row your boat, gently, gently. De Waaloversteek was belangrijk voor Nijmegen. Voor Nijmegen betekent het eigenlijk op dat moment de formele bevrijding. Hè? Want door die actie van die Amerikaanse soldaten, gesteund overigens door Britse militairen en tanks aan de andere kant van de Waal, werden de bruggen ingenomen, de Duitse bezetter althans in Nijmegen weggejaagd. Het was natuurlijk nog niet echt tevreden, want Nijmegen heeft vervolgens nog maanden in de frontlinie gelegen. En er zijn vele honderden Nijmeegse burgers nog slachtoffer geworden van het voortdurende heen en weer geschiet. Om de geschiedenis te blijven herdenken heeft woningbouwvereniging Thalis maandag majoor Julian Aaron Koek geëerd. Ze maakte een plakkaat met het verhaal van de Tweede Wereldoorlog en specifiek de Waaloversteek. De plakkaat is onthuld in Lent bij het Aron-gebouw dat eveneens naar de majoor is vernoemd. Majoor Julian Aaron Koek was tijdens operatie Market Garden commandant. Hij voerde succesvol de Waaloversteek op 22 september 1944 uit en bevrijdde daarmee Nijmegen. Er werd maandag een herdenkingssteen aan de majoor door zijn zoon Jim Koek onthuld. Dad would be the first to tell you he was the leader of very brave men who crossed the Wall River and the commander of some of the most courageous fighters in the 82nd Airborne Division. And he would hope that his name being on this building would help people remember that. It wasn't just him, it was them. Well, I am honored. I feel really wonderful, but it's because it's for my father. I feel like it was my obligation to represent him in the best way possible. My dad never spoke about what he did at any time in the war until one time when I was a junior in college. It took us on a trip, zigzagging up Italy, then around Northern Europe. And when we got to Nijmegen, he just said to the family, while we were up on a hill, I said, yeah, that's the bridge. And I took a boat trip there, and then we moved on. So he described his Wall River crossing at that time as just a boat trip. Never said anything about the heroics. Het verhaal van de Waaloversteek is geschreven in het boek Een Brug te Ver. When the book was issued in 1976, I believe, I read it. And the cat was out of the bag. I knew what he had done. And then in 1977, when the movie came out, it was even more reinforced because what I read was very clear, very direct and descriptive. But the movie did a really good job of showing the horror, the carnage, the deaths of the crossing, even though it was only for the one wave in the movie. De aanleiding om het gebouw op deze manier te benoemen heeft alles te maken met de plek waar het gebouw ook is gekomen.
En dit is ook de plek waar als eerste de mensen die de Waal overgingen in de oorlog eigenlijk aankwamen. En wij vonden het mooi om het gebouw te vernoemen naar iets wat in de geschiedenis is gebeurd. Nou, het allerbijzonderst aan dit gebouw is natuurlijk de mensen die hier nu wonen. Op deze bijzondere plek. En we wonen hier met drie bijzondere doelgroepen. Namelijk mensen die met een handicap zijn. Mensen met dementie. En gewoon huurders die 60 jaar of ouder zijn. En die drie groepen wonen hier eigenlijk samen. En dat maakt dit gebouw nog eens extra bijzonder. Later werd het boek verfilmd met de gelijknamige titel. Hier speelde acteur Robert Redford de rol van Major Cook in. Well, as I said, he did not know who Robert Redford was when he heard the name. And he felt really good about the actions shown before the crossing and during the crossing. When Robert Redford, though, charged up that bridge to seize it, my father was upset because the movie was focusing on him as if he did something that he did not do. And he felt that denied the men who were responsible for the success of the mission the proper credit. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil bepaalde groepen jongeren weren uit het centrum van de stad na de dodelijke steekpartij van zaterdag. Volgens hem was die onderdeel van een conflict tussen jongeren dat al langer loopt. Zowel het slachtoffer als een van de verdachten werden een dag eerder ook al aangehouden. Dit is niet zomaar een toevallige steekpartij. Hier is wel wat meer aan de hand. In ieder geval zodanig dat we nou wat voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Bruls wil actie ondernemen. Agenten in het centrum zijn al extra alert. Voor dit soort groeperingen is volgens hem geen plek in onze stad. Daarom laat hij de mogelijkheden van een gebiedsverbod, een groepsverbod en preventief fouilleren onderzoeken. Om het risico in ieder geval kleiner te maken dat er niet alsnog weer iets gaat gebeuren. Want het is echt vreselijk genoeg wat al gebeurd is en dat willen we natuurlijk niet. D66 in Overbetuwe zal dinsdagavond vragen stellen aan het college van BMW over het plan rondom de gasvrije Waaldijk in Oosterhout en Slijk-Ewijk. Vorige week stemde het college namelijk in met het laatste advies voor de weginrichting van de dijk. Hierbij is gekozen voor gelijke toegang van alle verkeersdeelnemers. Dit betekent dat er geen aparte rijstroken komen voor fietsers of wandelaars. Ook blijft de maximumsnelheid buiten bebouwde kom 60 km per uur. D66 is van mening dat deze situatie niet veilig is en wil daarom uitleg van de betrokken wethouder. De lopende dijkversterkingsprojecten zullen in 2026 klaar zijn. Stichting Hubert en Stichting ACBN, die dit jaar voor het eerst de Kunstslag in Nijmegen organiseerden, kijken terug op een succesvolle editie. De avond begon in het Kronenburger Park met verschillende optredens tot 6:30. Daags voorafgaande opende de Kunstslag met een door hen geschreven mythe. Vele vaste bezoekers hebben de Kunstslag bezocht, maar ook vele nieuwe mensen. De organisatoren wilden graag focussen op ook een nieuwe doelgroep en dat is dus gelukt. Bij de nieuwe doelgroep zaten ook een stuk meer jongere mensen, wat ook als positief werd ervaren. De gemiddelde leeftijd van de kaartjeskoper was 27 jaar. Om nog even in de sferen van de herdenking aan de oorlog te blijven, nemen we vandaag een kijkje in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis aan de Marienburg in Nijmegen. Hier staat momenteel een tentoonstelling rondom het Marshallplan. Het is dit jaar namelijk 75 jaar geleden dat de Amerikaanse George Marshall met dit plan kwam om Europa weer op te bouwen. Veel Europese steden, waaronder Nijmegen, lagen na de Tweede Wereldoorlog in puin. Amerika was bang dat Rusland in dat armoedige Europa zijn invloed kon uitbreiden. Ze wilden eigenlijk de Europese landen aan hun kant behouden en wilden niet dat ze bijvoorbeeld communistisch werden. Daarom lanceerde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marshall in de zomer van 1947 een grootschalig hulpprogramma. Die hulp was niet zuiver uit naastenliefde. Nee, ze hadden natuurlijk ook wel een economisch belang erbij en ze wilden graag dat de Europese landen ook hun manier van werken en economiebedrijven zouden overnemen. Zo kon de Nijmeegse Dobbelmanfabriek efficiënter werken door nieuwe machines uit de Marshallgelden en kwam in Nijmegen de eerste Nederlandse zelfbedieningswinkel naar Amerikaans voorbeeld. Die American Dream van vooruitgang vond zelfs een weg naar onze huishoudens. Bijvoorbeeld in het huishouden werden huishoudartikelen heel erg op vrouwen gemarket. Van de moderne vrouw heeft haar keuken zo, dus met een keukenmachine en een stofzuiger. Wat ook weer efficiënt was, zodat de vrouwen ander werk konden doen. Ook de landbouw moest efficiënter door ruilverkaveling en landbouwmachines. En de gevolgen daarvan zijn actueler dan ooit. Daar is wel de schaalvergroting en de intensivering begonnen, dus dan
vind ik het interessant dat je dat nu weer terugziet. Van, goh, we hebben dat ooit zo bedacht en nu ja, werkt het misschien minder goed. Of moeten er maatregelen komen? En ja, dat is interessant. Ja, de foto achter mij laat duidelijk zien dat de herfst gaat beginnen. Officieel morgen pas, maar vandaag was het ook al herfstachtig weer. Toch wordt het morgen allemaal wat beter. Na een frisse start van de dag met lokaal wat mistbanken zal woensdag een mooie najaarsdag worden met veel zon. Ja, en de temperaturen stijgen naar ruim 17 graden, maar omdat er niet veel wind staat, kan het nog zelfs iets warmer aanvoelen. Onze regio heeft morgen de beste kaarten van het land. Vrijwel de hele dag zonnig en er staat nauwelijks wind en de temperatuur doet er ook nog een klein schepje bovenop. Het wordt zo'n 18 graden, toch nog lekker terrasweer op de eerste herfstdag. De dagen erna blijft de temperatuur vrijwel gelijk. Het zonnige en droge weer houden we tot het einde van de werkweek. In het weekend wordt het dan weer wisselvalliger. Tot zover het RN7 Regio Nieuws voor vandaag. Zometeen kun je kijken op RN7 naar het programma Rondje Regio, waarin het team van Plurijn deze keer op bezoek gaat bij Fort Lent. Voor het laatste nieuws houd je onze website in de gaten, rn7.nl. En dan zijn wij er morgen weer. Tot dan.